De haringkarren in de stad hadden het vandaag extra druk, want de nieuwe haring is gearriveerd. Het is voor de visboer en haringfans altijd maar weer afwachten hoe hij dit jaar uitvalt. Hoe is de haring vandaag? Die is uitstekend, van grote kwaliteit. Mooi ver van de ogen. Mooi van stuk. Mooi lang van benen, vers. Hij is supergoed. Hoe was hij vorig jaar dan? Vorig jaar vond ik hem ook wel goed, maar hij is nu iets romer. Maar we zijn nog 14 dagen later begonnen, hè? Dus hij heeft meer tijd gehad om te rijpen, beter geselecteerd. Ik vind het hele goed, ik ben de beste te spreken over. De zware zagen er heel fris uit, wat heel logisch is. Heldere rode ogen zoals ze behoren te zijn. Je kon gewoon het verschil zien. De Groningse haringproevers kregen er op de grote markt een jenevertje bij. Daar worden we vrolijk van, hè meneer? Ik doe het eigenlijk voor de vorige bij. Ja. Niet te vrolijk, hè? Ah, ja, dat is niet heel bij. Moet je kloppen hoor, meteen. Moet je kijken. Ja, dat hoort zo, hè, met vorige bij. Die moet je kloppen. Heerlijk hoor. Zo vroeg al aan de drank, zie ik. Ja, nou ja, kijk, meneer Snip die introduceert, hè, dit. Korenwijn, dus dat klokken we gewoon weg, meneer. Officieel, als je dit volgens de wet gaat leven, ja, dan mag het niet. Maar gelukkig zijn ze wat dat betreft nog wel een klein beetje flexibel dat het toegestaan wordt. Het is vandaag feest. Ja, voor ons wel, ja. De hele dag. Hoe was de haring dit jaar? Heerlijk, meneer. Prima. Dus lekker, niet te vet. Maar Snip heeft altijd goede haring, hoor. Ik kom hier al jaren, als ik dinsdag even naar de markt ga, dan wip ik even hier langs en dan neem ik een lekkere haring van meneer Snip.